Valkenburg, 33 jaar oud, professioneel kunstenaar. En hier op de achtergrond zie je enkele van mijn werken. Jeroen van Valkenburg heeft zich de kunst van het schilderen zelf meester gemaakt. Hij heeft verschillende technieken afgetast, maar olieverf verschaft hem de meeste mogelijkheden. Zijn schilderijen worden gebruikt voor zowel cd-covers, boekomslagen als tijdschriften. Ik ben ten eerste begonnen met waterverf. Dat viel me eigenlijk helemaal niet. Daarna plakkaatverf, daarna acrylverf. Dat vond ik eigenlijk ook niks. Een beetje fletse kleuren en het leek bijna plastic. Dus toen ben ik met olieverf begonnen. Wel het moeilijkste materiaal, maar wel met de meest natuurlijke en intense kleuren. Toen ben ik dus, ik denk dat ik 92 olieverf ben begonnen. En dat beviel eigenlijk meteen heel erg goed. Daarvoor schreef ik eigenlijk alleen gedichten. Na een paar honderd gedichten schrijven vond ik het eigenlijk wel best. En ik vond dat je in woorden niet genoeg kan uitdrukken. En dat je het zei met kleuren en vormen kan je veel meer zeggen dan met 1000 woorden. Mijn inspiratiebronnen zijn vooral mythen en sagen van Vikingen, Kelten en Germanen. Ik heb van 1992 tot 1998 archeologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. En veel van die verhalen die ik tijdens mijn studie heb geleerd gebruik ik nu als inspiratiebron voor mijn werk. In veel schilderijen komen de Noorse mythen en sagen terug. Hij beeldt deze verhalen uit volgens zijn eigen interpretatie. Achter elk schilderij schuilt vaak een bepaald verhaal. Hij ligt nu enkele werken toe. Bijvoorbeeld het schilderij Birth of the Æsir, wat de uitbeelding is van de geboorte van het Noorse godengeslacht. De Æsir is het godengeslacht, dat waren de belangrijkste goden. De Azen, dat waren dus onder andere Odin en Thor. En de Vikingen geloofden dat de menselijke wereld, die was ontstaan uit Ymir. En Ymir is een reus en die is toen dood gegaan. En uit zijn hersenen kwamen de bergen, uit zijn bloed kwamen de rivieren. En wat je hier ziet is de reus Ymir. Uit hem komen de goden, als een soort navelstreng komen die eruit. Dit zijn de twee oppergoden en samen met z'n drieën brengen ze het licht in de wereld. Hij gebruikt deze mythen ook om zijn eigen gedachten en emoties uit te drukken. Die komen terug in verschillende schilderijen. Het volgende schilderij laat zien hoe hij de schilderkunst ziet. Dit schilderij is getiteld Elder, E-L-D-R. Dat is Oud-Noors en dat betekent vuur, maar dan innerlijk of heilig vuur. En ik heb dat weergegeven als het vuur der creatie. Dit is waar stelt mijn geest op mijn brein voor. Hier ontstaat het schilderij. En dat gaat als kokend heet metaal loopt dat naar beneden. En dat komt in mijn in ziel terecht. En dat heb ik een soort weergegeven als een baarmoeder van het begin van de creatie. Daar begint het vuur te gloeien. En dan gaat het zo via de lijnen van de baarmoeder naar buiten. En uiteindelijk komt het vuur dan in mijn penseel terecht en dan op het doek. Jeroen heeft ook andere thema's die inspiratie opleveren. Hij gebruikt ook bovennatuurlijke, metafysische en spirituele onderwerpen bij het schilderen. Dit schilderij heeft bijvoorbeeld lycanthrope. En een lycanthrope is vrij vertaald een weerwolf. En wat je hier ziet is de overgang van mens naar dier. Hij is dus, het gezicht is nog mens, maar de achtergrond begint al harig en dierlijk te worden. En het is niet letterlijk een weerwolf, maar eigenlijk betekent het al het dierlijke en beestachtige wat in de mens schuilt. Dus het heeft ook een soort boodschap dat alle mensen tot beestachtige dingen in staat zijn. Naast zijn inspiratie zijn ook zijn schildertechnieken zeer herkenbaar. Jeroen hanteert veel verschillende methoden en heeft gedurende zijn carrière een duidelijk eigen stijl ontwikkeld. Nou, wat mijn werk kenmerkt is een groot contrast tussen licht en donker. Ik hou van hele extreme lichtbronnen en dan flink wat de donkere partijen eromheen, dat het licht er lekker uitknalt. En die lichtbronnen die maak ik meestal met loodwit, eigenlijk een kleur die niet meer gebruikt mag worden, want het een zwaar metaal is. Ik gebruik ook vaak kleuren als cadmium geel en cadmium rood, ook allemaal erg giftig. Maar dat heeft als effect lekkere, intense, felle kleuren en veel hoofdpijn ook natuurlijk. Dus ik begin dan vaak eerst met de achtergrond en dan komt het voor. Je bouwt het schilderij van achter naar voren. Je begint met de achtergrond en steeds bouw je verder naar voren op. En dit is bijvoorbeeld het effect dat ik vaak gebruik, dus mist. Dan moet je dus op de uiteindelijke laag moet je het aanbrengen, dan moet je het heel voorzichtig uitpoetsen. En dan krijg je een heel transparant effect waardoor het echt lijkt alsof de mist over het object hangt. Hij gebruikt veel monochrome kleuren en kleuren die goed bij elkaar passen.
Dat doet hij om een specifieke reden. Een monochroom schilderij geeft een sfeer heel goed weer. Als je alles in bruin tinten doet, is het vaak melancholiek. Alles in blauw tinten is vrij koud en kil. En als je veel kleur gebruikt, dan is het moeilijker om een sfeer op te wekken. En ik vind het belangrijk om een bepaalde emotie of een bepaalde sfeer weer te geven. En dat doe ik dan door gewoon één kleur of één kleurstelling te gebruiken die goed bij elkaar past. En dan krijg je ook een soort eenheid. En doordat ik dus één kleur gebruik, is het erg belangrijk om dus contrasten te gebruiken. Anders dan als je alles heel flats blauw doet, dan zie je bijna niks. En dus door heel fel wit en een heel donkerblauw tegenover te zetten, dan heb je een heel breed kleurenspectrum. Waardoor een soort spanning in het schilderij krijgt. Schilderij klaar in mijn hoofd en dan maak ik het. Jeroen gebruikt naast penseel ook wattenstaafjes, doekjes, toiletpapier en zijn handen bij het schilderen. Een goed voorbeeld is het schilderij Lycanthrope. Hij vertelt hoe hij deze methode toepast. Wat ik hier heb gedaan is, en in dit schilderij is het eigenlijk helemaal geen wit, het is alleen maar bruin tinten. En omdat het doek een witte ondergrond heeft, ik breng dan de verf heel transparant aan. Heel dun, het is gewoon heel roodbruin. En door dan te poetsen, en steeds harder te drukken met een stukje wc-papier of met een wattenstaafje, breng je dus het wit van het doek naar boven. En dan krijg je dus een hele geleidelijke overgang van wit naar bruin. Zo kun je dus lichteffect op een hele natuurlijke manier brengen. Want zou ik het nou met wit doen, dan krijg je een beetje kitsch effect. En dus juist door dat wit van het doek dan naar boven te drukken, met een stukje wc-papier bijvoorbeeld, krijg je een hele geleidelijke natuurlijke overgang en een beetje een huidskleurachtig effect. En dit schilderij heb ik cadmiumgeel gebruikt, een erg giftige verfstof. Het cadmium is een zwaar metaal, dat mag al sinds 1960 niet meer gebruikt worden. Dus wat ik doe is dat ik oude verftubes ga zoeken op hongermarkten van oude vrouwtjes die hun man hebben verloren en nog een verfkist hebben liggen van voor je tijd. En als je, zoals je ziet aan de verf, is het dus, op een gegeven moment is bijna licht en donker. En dan kan je een heel mooi effect kan je krijgen. Er zijn veel verschillende soorten olieverf beschikbaar, onder andere op basis van zware metalen. Deze zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Wat zijn de redenen om deze verf dan toch toe te passen? Cadmium heeft een echte lichtechtheid. En nu is het zeg maar synthetisch. En dan is het een soort, het is dan wel geel, maar het is dof. En zoals je kan zien is het geen, dit geeft gewoon bijna licht. Zo intens is het, maar het komt omdat er zwaar metaal in zit. Schilderen met olieverf is een moeilijk beheersbare discipline. Vertel eens wat over de mogelijkheden die je tegenkomt bij het schilderen met olieverf. Ja, want het is heel lang nat. Je moet in transparante laagjes over elkaar werken. Het droogt heel langzaam en je moet de hele tijd rekening houden met bepaalde kleuren die langzamer en of sommige sneller drogen. Wat ook is dat je al het vet over mager moet schilderen. Alle kleuren, als je schilderij opbouwt, het vet moet dan, de olie zeg maar, dat is het vet, dat moet het van boven naar beneden zakken. Dus als je het schilderij opzet, de schets, moet je de verf vermagen met terpentijn. Dan moet je de verf wat vetter maken met lijnolie. En dan moet je zo'n mix zoeken van, tussen het magere en het vette. Dus hoe hoger de laag, hoe meer lijnolie erop moet. En daar moet je steeds rekening mee houden, anders droogt het schilderij niet goed. En met acryl, dat smeer je er gewoon op, kun je zelf met water gewoon vermengen. En dan kan je gewoon aan de slag. En de olieverf moet constant rekening houden dat je een laag opbouwt. En dat is hoe hoger de laag, hoe vetter de verf moet zijn. En dat is niet makkelijk aan het begin. Op een gegeven moment heb je het gewoon door. Dat kost gewoon wat tijd om al die technieken onder de knie te krijgen.
olieverf sowieso onder de jaren blijven staan. Je ziet schilderijen te 15 eeuw die met olieverf geschilderd zijn. En zijn nog steeds even mooi als toen gemaakt werden. En als je nu schilderijen ziet met acrylverf die in de jaren 40 zijn gemaakt, ze allemaal gaan barsten, allemaal gaan scheuren, vallen stukjes af. Dus als ik een schilderij maak, wil ik het ook voor de eeuwigheid maken. Of zo lang mogelijk, zeker een paar honderd jaar. Dus dan met olieverf weet je gewoon zeker dat het schilderij in 2500 nog steeds er goed uitziet. Jeroen van Valkenburg heeft door de jaren heen verschillende ontwerpen gemaakt voor boeken, cd-covers en tijdschriften. Hij heeft de afgelopen jaren ook vele malen geëxposeerd met zijn werk. De eerste was met Jan de Boevri in 1992 en daarvoor werd hij gevraagd vanwege de corresponderende kleuren van Jeroens werken met de aardewerkserie van Jan de Boevri. Ik denk dat ik in Nederland zo'n 80 exposities heb gehad tussen 1992 en 2005. Het probleem met exposeren is dat het is natuurlijk wel leuk, een naambekendheid en je komt in de krant te staan en er komen openingen waar veel mensen je werk zien. Het is goed voor je naam, maar het is bij een galerie betaald 40% provisie, dus bijna de helft, als je een schilderij verkoopt, bijna de helft ben je gewoon kwijt. Dus eigenlijk exposeer ik nu bijna niet meer en ik doe alles op beurzen, zoals op Castlefest hier. Verkoop ik nu mijn werk en laat ik het zien. En dan heb je in een weekend tijd komen er 10.000 mensen. En heel vaak zijn de mensen die mijn schilderij dan kopen. En ik heb niet meer het probleem dat ik dan provisie hier moet afstaan. En je hebt ook een contact met de klant zelf. In een galerie zit er altijd een galeriehouder tussen. Je weet nooit wie iemand wie je schilderij heeft gekocht. En ik vind het altijd wel fijn, de schilderijen zijn toch een beetje mijn kindjes, om te zien waar ze terecht zijn gekomen.